Mijn gewicht was eigenlijk een drama. Hoe het begon? Eigenlijk direct na mijn huwelijk, dat we getrouwd zijn, kreeg ik de eerste klachten. De meest voorkomende klachten zoals bekend is bij schildklierpatiënten. Alleen wist ik zelf nog niet dat ik schildklierpatiënt was op dat moment. Vermoeidheid, gewichtstoename, maar extreme vermoeidheid. En we noemen het vermoeidheid, maar het is eigenlijk geen echte vermoeidheid. Want het voelt alsof je echt helemaal leeg bent van binnen. Dus ja, dan realiseer je je, er is iets mis. Dan gaan ze zoeken. Ik was eigenlijk te jong, nou, we spreken het over een lange tijd geleden, om niet te verraden hoe oud ik ben. Maar toen waren ze nog niet zo bekend met schildklier bij jonge mensen. Dus ze gingen ook niet meteen daar zoeken. Ze gingen heel veel andere dingen uitsluiten, behalve die schildklier. En dankzij mijn huisarts, die zei, nou, we gaan dit gewoon doen. Ik bedoel, we kunnen niets vinden, dus dit is het enige nog wat overblijft. En toen bleek dat dus volledig uit balans te zijn, schildklierhypothyreoïdie. Het stellen van de diagnose was voor mij natuurlijk een verademing. We zijn heel lang op zoek geweest naar wat er aan de hand was. Dan geeft dat een rustpunt, maar meteen ook heel veel onrust. Want je weet ook, degene die je uitlegt wat er aan de hand is, wat het kan betekenen, maar wat het ook gaat betekenen. Want je moet op weg naar dat proces waarin je je weer happy gaat voelen. Waarin je normaal dagelijks bestaan kunt uitvoeren, de dingen die je wil doen. En dat werd gewoon een lange weg, dat werd me ook duidelijk verteld. Dus je bent blij. En niet blij, want je weet, oh, ik heb gelukkig niet iets ernstigs waar ik aan dood ga. Of, je kan van alles verzinnen. Maar wel ernstig genoeg waar je de rest van je leven mee moet doen. En mee moet zien te handelen. En je staat aan het begin, dus ga er maar komen om weer die oude vertrouwde meid te worden. Die vermoeidheid is een heel bizar iets eigenlijk. Want we benoemen het als vermoeidheid. Maar vermoeidheid is dat je te moe bent om dingen te doen, of dat je hard hebt gewerkt of hard hebt gesport. Maar dit is niet die vermoeidheid. Het is echt van binnenuit leeg zijn. Het ook niet aan iemand kunnen uitleggen hoe leeg je eigenlijk bent. Want de buitenwereld ziet aan jouzelf niet meteen iets veranderen. En die verwachten gewoon dat alles werkt zoals het werkt. Dus hoezo ben jij moe van een trap? Of hoezo ben jij moe van alleen maar de boodschappen doen? Maar je bent dan eigenlijk ook niet moe, maar leeg. Je lichaam geeft aan tot hier en even niet verder. Wat bij mij ook geresulteerd heeft, dat ik mijn fulltime baan gewoon niet meer fulltime kon volhouden. Lusteloosheid. Opstaan en denken, dat is een lange dag, dit moet ik allemaal nog doen. Hoe tijger ik me er doorheen? Dat. Als ik dat gevoel krijg, nou hebben vrouwen natuurlijk meerdere pieken in de maand en fases die ze doormaken. Maar het is een bepaald soort lusteloosheid die een schildklierpatiënt, alleen een schildklierpatiënt herkent die lusteloosheid. Je herkent het. Het zit van binnen en je denkt, oh wacht even, dit heb ik eerder gehad. Dit is niet de weg waar ik heen wil. Dat. Op het moment dat dat gebeurt, dan meestal ga ik naar mijn arts of specialist van laten we weer even prikken. Ik ga liever voor niets dan dat ik te laat ben weer in het proces met afstellen en alles. Mijn gewicht was eigenlijk een drama. Kijk, ik ben geen meisje dat altijd super slank is geweest. En die ambitie heb ik eigenlijk ook nooit gehad, want ik ben heel tevreden met wie ik was en wie ik ben eigenlijk, weer opnieuw. Maar gewicht speelde opeens wel een rol, speelde nooit een rol. Ik was een hele sportieve meid. Ik heb gestudeerd in de sportsector, dus ja, je bent continu bezig met bewegen en gezond zijn en met wat het lichaam doet. En ineens verandert er iets, dus je komt aan. En niet langzaam aan, maar best snel. Het ging bij mij toch wel met 5 tot 6 kilo per maand. Wat al extreem is. Maar los daarvan
kwam je niet alleen aan, maar je voelde je moe, maar je zag je lichaam ook veranderen. Vocht vasthouden, alles werkte anders. De ogen gingen raar staan, de nek ging tekenen. Alles wat eigenlijk bij zo'n schildklierproces hoort. Maar dan moet je wel weten dat het over je schildklier ging. En in die periode dat ik dat doormaakte, ja, voelde ik me heel eenzaam. Want ik dacht, ik mankeer iets. Waar gaat dit heen? Hoe ernstig is dit? Op een gegeven moment wist ik wel dat het de schildklier was. Maar dan nog is het eng dat je ziet dat je lichaam zo verandert. Want je neemt niet alleen in gewicht toe, maar er zijn ook beperkingen daarin. Hè? Dingen die je niet meer kan of wil doen. Maar je hele silhouet, je hele uiterlijk verandert. Kleding. Je gaat ineens in een andere hoek je kleding uitzoeken. Want je hoort ineens bij de grotere maten. Dat is dus wel een drempeltje. Mentaal is dat best zwaar. Want het gebeurt en je moet, want je zal door moeten. Want je kan niet in je nakie naar buiten. Maar eigenlijk wil je het liever niet. Eigenlijk wil je het tegenhouden. Maar het proces is niet te stoppen. Het enige wat je kan doen is er doorheen. En proberen voor jezelf zo draaglijk mogelijk te maken. Maar dat is niet leuk. Dat is niet fijn. Want het lichaam verandert. En bij mij was dat extreem. Uiteraard ga je zelf van alles proberen om het te stoppen. Om het proces te stoppen. Sowieso ga je extreem op je voeding letten. En mijn ervaring was eigenlijk, hoe meer ik op die voeding ging letten, hoe meer ik zelf in de spiegel een soort van alien zag verschijnen, die nog ernstiger veranderde, omdat het geen invloed heeft. Maakte niet uit, al at ik een appel per dag. Het bleef zoals het was. Al had ik willen wandelen of hardlopen, hele stukken zoals ik dat voorheen deed. Het had geen effect. Ik kon het fysiek ook niet, maar je bent heel beperkt in je middelen en in je kunnen. En je zoekt elke stroomhalm die je vinden kan. Dus je probeert wat je wel kan. Dus de kleine dingetjes die ik nog wel kon, die wilde ik per se blijven doen. Wat een heel ziekmakend iets op een gegeven moment voor jezelf creëert. Want je legt voor jezelf de lat vrij hoog. Want je moet van alles. Want jij zal invloed hebben op het proces. Maar ja. Het werkt helaas niet zo. Dus van kleine dingetjes, zoals het letten op voeding, zoals kleine bewegingen blijven volhouden. Nou is dat natuurlijk altijd supergoed, maar het hielp mij niet in het herstel van wie ik was of mijn schildklierprobleem. Je bent wanhopig en je wilt terug naar wie je was. Dus van dieet naar dieet. Je leest het een, je leest het ander. Je leest een vakblad, je komt bij de dokter. Je leest iets over bepaalde aandoening. Dat zou misschien bij mij ook wel helpen. Van het extreem veel water drinken naar een soepdieet. Naar hele dure diëten die er waren. Het heeft me allemaal niks gebracht. Uiteindelijk is het gewoon doorzitten. Gezond blijven leven zoals je het doet. En gezond blijven bewegen binnen de cirkel van wat jij kan fysiek. Maar dat weet je aan het begin niet. Want je wil aan het begin daar helemaal nog niet aan. Want hoezo is iets jou op die manier de baas dat het jouw leven regeert? Tot in de kleinste details. Het leven zijn van iemand wie je bent. Van het willen worden van moeder. Van een echtgenoot zijn. Van de carrière die je in gedachten had. Daar wil je niet aan. Je gaat ten strijde en je denkt, ik ga van alles proberen en hier kom ik lekker uit. Maar uiteindelijk kom je er pas lekker uit door het gewoon door te zitten als je goed bent afgesteld. Ja, het krijgen van zo'n medicatie, van een pilletje. Het is maar een pilletje, denk je. Maar het is een pilletje voor de rest van je leven. En dan moet het ook nog het juiste pilletje zijn wat jou weer blij gaat maken. Ik ben begonnen bij de laagste dosis. En dan elke keer opnieuw het bloed prikken om te kijken waar ik ben. Dus het heeft ook tijd nodig om te vinden wie je bent met je medicatie. Maakt niet uit welke medicatie je voor de schildklier slikt. Maar je moet weer één worden met die medicatie. En het is heel persoonlijk, heb ik al begrepen. Wat voor de één prima binnen de norm is en die voelt zich helemaal happy. Is voor de ander toch nog iets erbij of iets eraf. Nou, ik hoor helaas tot die groep.
Heb ik weer. Maar goed, als je dat ook weet, blijf je ook op zoek gaan totdat je weer daar bent waar je moet zijn. Wat voor mij wel heel belangrijk was, is het bijsturen van huisarts en specialist. Continu na die 6 weken bloed prikken, weer bloed prikken. Hoe voel je je? Monitoren. En het heeft voor mij wel echt heel lang geduurd voordat ik een klein beetje voelde dat ik dacht, hey, wacht even, wauw. Dat had nog niks met gewicht of afvallen te maken, maar wel dat je voelt, hey, ik heb wat langer energie en dit kan ik weer. En dit ging voorheen niet zo makkelijk. En ik woonde destijds op 1 hoog, moest ik 2 trappen op van 12 treden, want ik heb ze allemaal geteld. En die moest ik in 2 doen. En als je dan merkt dat je in één keer weer naar die eerste verdieping kan lopen, ja, dan ben je zo gelukkig. Dan ben je gewoon apetrots. Maar ja, het is levenslang. Het hoort bij je leven. En om het niet al te moeilijk nu of depressief-achtig af te gaan sluiten, want die kant wil ik helemaal niet heen. Maar het hoort bij je leven. En je moet het ook een deel maken van je leven. En nu zit ik weer in een hele andere levensfase. En mijn strijd begint gewoon weer opnieuw. Alleen ik heb nu de ervaring van hoe het toen was. Dus ik ga deze strijd ook heel anders aan. Omdat je toch een beetje weet wat er komen gaat. Wat er zou kunnen komen. Dus je bedrijf probeert dat punt voor te blijven. Je weet, dit kan er allemaal misgaan. Want dat heb je allemaal meegemaakt en dan ben je allemaal geweest. En je kent je eigen lichaam ondertussen zo goed, dat je ook weet waar je eigen grenzen liggen. En het moment wanneer je in moet grijpen om bloed te gaan laten prikken of aan de bel te trekken bij de arts of specialist. Je reageert alerter dan voorheen, want dan is het nieuw. Je kent het nog niet, dus het overkomt je. Je weet niet wat je moet doen. Net als met een eerste kind, zeg maar. Maar nu zit je natuurlijk in een heel ander soort proces. En je hebt al de wetenschap wat jouw lichaam kan, wie jouw lichaam is, wat het doet en wanneer. En dus weet je ook wanneer het iets doet wat het niet moet doen. En trek je aan de bel. Maar ja, het maakt het niet makkelijker. Voor mijn dagelijks leven betekende dat natuurlijk verschrikkelijk veel. Er verandert niet alleen lichamelijk iets, maar je hele patroon verandert. Als je je niet goed voelt en je lichaam functioneert niet zoals je het gewend bent of zoals het zou moeten zijn, dan ga je weer daarin ook selecteren. Los van het schaamtegevoel dat mensen zich afvragen dat je alleen maar aankomt van het eten, wat niet het geval was, ga je jezelf wegcijferen. Dus je gaat bepaalde dingen afzeggen. Je gaat niet graag meer naar een feestje, want je wilt die vragen niet hebben. Je voelt jezelf helemaal niet happy, dus je zoekt dat soort dingen ook niet op. Maar bijvoorbeeld met werk, ik was heel extreem vermoeid. Maar ook mijn concentratie was minder. Heel raar, als ik een stukje tekst las, moest ik dat 10 keer lezen. Wilde ik echt begrijpen wat er stond, dat ik dacht, nou, hallo, wat is er aan de hand? Maar dat verandert, want als dat een onderdeel is van je werk en je wordt daarop afgerekend, zijn dat de dingen die veranderen. Die ga je laten, dat gaan mensen opvallen of je gaat zelf een stap terug doen voordat het op gaat vallen. Dus ja, op dagelijks leven had het een groot impact. Niet alleen in mijn zijn en wat ik wilde doen, maar vooral in wat ik kon doen. Ik kon niet alles doen zoals ik het zou willen. Ik was niet meer die vrije, onbezorgde meid. En ik had niet steeds zin in al die ogen en die vragen van mensen die jou echt in een korte periode zien veranderen van een hele jonge, sprankelende dame naar gevoelsmatig een hele oude vrouw die dingen niet meer kan, maar ook niet meer wil doen. Dat je ze uit de weg gaat omdat het niet goed voelt of je kan het simpelweg lichamelijk, fysiek niet bijhouden.